Wow. Oh, dan kreeg ik nog even iemand een klap in zijn gezicht hier. Lieve Marianne, lieve Marieke, beste Badder, beste Mark. Maandag 4 november, Zuid-Afrika heeft de wereldtitel rugby gewonnen. Dat is voor het land meer dan een wereldtitel in een sport. Het betekent voor Zuid-Afrika dat het na een week van feesten weer een tijdje meer rust op straat heeft komende maanden. Want het is een puinhoop in Zuid-Afrika. Het volk is intens verdeeld. Boze groepen staan woedend tegenover elkaar. Het zijn echt af en toe Nederlandse toestanden. Maar, zoals de eerste zwarte aanvoerder van Zuid-Afrika ooit zei, we kunnen alles bereiken als we samenwerken. En ze worden van Engeland. Die hadden dus eindelijk dit jaar toch al hun exit. De onderwijsstaking van aanstaande woensdag gaat gewoon door. Vrijdag hadden de bonden de staking nog afgeblazen, want er was door minister Slob een bedrag van 460 miljoen toegezegd. Maar daar waren de bonden wel blij over. Het grootste deel van het onderwijs was woedend, want het was een eenmalig bedrag. En dan zit je, als het geld op is, weer met precies dezelfde situatie. Het is alsof je thuis tegen je vrouw zegt, oké, schat, ik ga alles veranderen. Ik beloof je, komend jaar ga ik niet meer vreemd. Kortom, ze willen structureel meer geld. Maar voor de duidelijkheid, het gaat de meeste helemaal niet om meer salaris. Het is geld om het lerarentekort op te lossen en om de werkdruk te verlagen. En dan kun je zeggen, werkdruk in het onderwijs. Ze hebben altijd vakantie. Ja, doei. Dat zeggen mensen die tijdens hun vakantie al helemaal kapot zijn na 3 weken met hun eigen 2 kinderen. Onderwijs wordt steeds zwaarder, vooral in moeilijke buurten. Vroeger was het nog gooien met papieren vliegtuigjes. Tegenwoordig is dat ook met messen en werpsterren. Ik heb wel eens een briefje bij de juf op de rug geplakt. Tegenwoordig wordt zo'n briefje met een vleesmes vastgezet. Vorige week is er nog een ex-collega van me, een gymleraar in Deventer, na het 8e uur door 4 HAVO met een stok door zijn mouwen van zijn trainingsjack in de ringen gehesen, zijn broek uitgetrokken en naar het plafond getakeld. Die heeft als een soort kruising tussen Yuri van Gelder en Pinocchio daar tot de volgende ochtend gehangen voordat hij bevrijd werd door de conciërge. En stadionkoren bij voetbal zijn misschien kwetsend, maar dat is kinderspel vergeleken bij wat er op school wordt gezongen bij een beetje onzekere docent. Ik weet niet wat Lil Kleine tegen Anouk heeft gezegd, maar in dit soort klassen gaat het echt wel iets verder dan leraar Engels, moeder is een hoer of teken homo seropositief. Je kan maar beter geen ziek kind hebben of een heel licht spraakgebrek, want je zit binnen 2 weken thuis te trillen met een knuffelbeer op schoot. En in de makkelijke buurt heb je weer te maken met ouders die zich overal mee bemoeien. Dan word je op het schoolplein door zo'n bakfietsenmoeder aangesproken met, zeg Marieke meisje, ik begrijp best dat je net bent begonnen, maar volgens mij kan mij Anne-Marijke al lang Engels lezen. Ik dacht dat jullie daar in groep 3 voor de herfst al mee zouden beginnen. Nou, niet dus. Zou heel graag iedere week een overzicht willen krijgen op de mail wat er allemaal is gedaan in de klas. En hoe bedoel je dat ik het een beetje moet loslaten? Ja hoor, dan moet ik als betrokken moeder mijn bloedeigen dochter loslaten voor iemand van 23 zonder eigen kinderen met een pabo-papiertje met een aantekening boetseren. Nou goed, ik loop nu even mee naar binnen voor een paar oefencito's en dan wens ik je nog een hele fijne dag. Snappen jullie? Het gaat niet om het geld. Het gaat om een maatschappelijk probleem op te lossen via het onderwijs. Daarom sta ik achter de stakers. Dinsdag 5 november. Vorige week was er veel nieuws over PFAS, een giftige stof. De bouw ligt stil omdat ze geen grond mogen verplaatsen als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in de grond zit. Maar wat blijkt? In ons bloed zit nu al veel meer PFAS dan in de grond. PFAS zit namelijk overal op en in. Het zit bijvoorbeeld op je regenjas. Raak je jas aan en lik aan je vinger en je krijgt het binnen. En het rare is, juist omdat ik weet dat het gevaarlijk is, had ik gelijk enorm veel zin om aan een regenjas te gaan likken. En dat heb ik ook gedaan. Nou, dat gaf inderdaad problemen. Maar dat had meer te maken met de vrouw die de jas aan had. En haar vriend Badder die ernaast stond. Voor gezondheidswinst maakt het niet veel uit of je meerdere keren per week uren rent of eens per week een klein uurtje. Een slome weekendjogger is net zo gezond als de meest fanatieke hardloper. Snap je? Het hoeft allemaal niet zo hard, het moet lekker. En dat is een zin die de meeste mannen thuis ook regelmatig. Nou, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Je hoeft rennend in het bos niet kotsend over een denkbeeldige streep te komen. Je hoeft met je oude mannen fietsclub niet vloekend 2 oude vrouwtjes van dit fietspad te duwen omdat ze jouw gemiddelde snelheid met 1 kilometer per uur naar beneden halen. Relax, geniet. Dan zie je misschien nog iets om je heen. Woensdag 6 november, ja mensen, het was een bizarre wedstrijd tussen Chelsea en Ajax. Een Shakespeareaans drama op gras. Na 5 minuten was het al 1-1 door een eigen doelpunt en een penalty. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Het tempo ging nog meer omhoog, snelle uitvallen, heerlijke tiki-takis, paar gele kaarten erbij, smullen. Maar na rust ging het bijna mis voor de wedstrijd, want Ajax kwam op 4-1. Ja, dan is het eigenlijk al beslist. Gelukkig kwam Chelsea op 4-2 met een buitenspelgoal, maar de spanning was er toch al een beetje af. Maar toen kwam
kwam de geniale ingeving van de Italiaanse scheidsrechter Rocchi. Binnen 20 seconden 2 rode kaarten voor Ajax en een strafschop tegen. Het was hilarisch. Chelsea kwam op 4-3, op 4-4, zelfs op 5-4. Maar dat was weer te veel voor de VAR, dus dan was het weer 4-4. Ajax met 9 man nog een kans. Onana pakt 2 onmogelijke ballen. De wedstrijd had 10 minuten stilgelegen. De extra tijd was maar 4 minuten. Wat heerlijk, man, man, wat een wedstrijd. Jammer daarom, zo hoorde ik van Diederik Smit, dat Chelsea de volgende wedstrijd niet meer zijn eigen scheidsrechter mee mag nemen. Donderdag 7 november. Hulpdiensten zijn woensdagavond massaal uitgerukt naar Schiphol voor een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig van Air Europa. Het bleek vals alarm. De piloot zou per ongeluk op het knopje hebben gedrukt. En dan kwam dan had je gelijk de protocollen voor ontvoeringen op de luchthaven. Altijd weer die verdomde verkeerde knopjes. Ik heb met Appen ook wel eens op het verkeerde knopje gedrukt. Kreeg ik vlak erna terug. Leuk dat je dat allemaal met mij wil gaan doen vanavond. Maar ik moet morgen vroeg op. Groeten, Frank. Vrijdag 8 november. Je weet dat het eind van een beschaving nadert als mensen elkaar doodsteken voor een broodje met gefrituurde kipfilet. In Amerika is dat namelijk gebeurd bij fastfoodketen Popeye. Het broodje was er een tijdje niet, opeens was het er wel. Gelijk giga rijen voor een broodje gefrituurde kipfilet. En in het gedrang ontstonden schiet- en steekpartijen. Er vielen doden voor een fastfoodbroodje. Straks vallen er nog burgerdoden. Nou, dat is al gebeurd. 70 namelijk, door een Nederlandse aanval in Noord-Irak. Foutje, tragisch foutje. In die tijd de verantwoordelijke minister Hennis heeft er keihard over gelogen in de Kamer. Minister Rutte zegt dat minister Hennis het waarschijnlijk wel heeft verteld aan hem, maar dat kan hij verder niet herinneren. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zijn van die dingetjes tussendoor. Ja, 70 doden, dat vergeet je ook, natuurlijk. En nu krijgt de nieuwe minister Bijleveld de schuld. Maar ik stel voor dat we het eind van dit jaar de politieke Pinocchio-prijs uitreiken. En u kunt vanaf nu stemmen. Prettig weekend.